Bed. Afgelopen zaterdag, velen met ons zijn wij ook afgereisd richting het zuiden. Het waaide we hard, kwamen uit in België. Nou, we zijn een half uurtje naar boven toe gereden. Zagen daar heel veel geel-zwarte mensen die, toch eigenlijk wel even uh, iets langer dan gedacht, om een, uh, de 1-0 moesten wachten. Wed. Ja, dat klopt. Uh, nou, en dat van die uh, toeschouwers was natuurlijk fantastisch. Dat zag je al in de warming-up, toen het veld afliep, uh, toen, uh, even die, uh, ja, dat moment met het publiek is erg belangrijk. Dan krijg je net even dat stukje besef van, hé, uh, hey, het gaat uh, om het echt hier vandaag. Uh, maar als je inderdaad uh, refereert aan de start van ons, binnen uh, we de wedstrijd met, uh, met die grote kansen, want dat mag je het wel noemen, hè, er waren geen mogelijkheden meer, maar kansen, ja, dan moeten we eigenlijk ook al heel snel pijn doen, ja. Ja, ze zeggen wel eens wind mee, maar wind tegen ging beter voor allebei de ploegen. Ja, klopt. Voor het, voor het voetbal was het beter om tegen de wind in te spelen. En uh, omdat, uh, eenvoudiger gezegd, als je wind mee had, hij ging gewoon ja, zo snel uit. Het werd zo rommelig dat... Uh, nou ja, goed, we hebben ervoor gekozen om de eerste helft wind tegen te spelen. En uh, ja, dan kan je ook zeggen dat dat de beste keuze is geweest. Heeft TVS gewonnen omdat ze de grotere wil hadden ten opzichte van Hoek om te winnen? Ja, uiteindelijk wel. Ik vind dat, uh, dat wij aan alles hebben laten zien dat... Uh, de, ...de bereidheid zeg maar, daartoe uh, erg groot hadden. Een paar mooie voorbeelden, Olly uh, met zijn verantwoordelijkheidsgevoel, hè, mist die kansen. Uh, gaat niet met kopje naar beneden, maar hij heeft zich on ongelooflijk hard uh, hè, uit de naad gerend, zeg maar, om het uh, voor de team in ieder geval zo uh, goed te doen dat we, dat we heel veel baat bij hem hadden. Uh, Berry die met alle krachten die hij nog had, uh, de achterhoede van Hoek wist bezig te houden. Nou, en dan groeit de rest ook. Als, als spitsen uh, dat gedrag vertonen, dan pakt de rest dat op. En uiteindelijk het mooiste moment is natuurlijk van die daadkracht is de, dat uh, Joran net voor het einde vol voor uh, dat schot gaat liggen van, uh, van Hoek. Ja, bijna zijn hele ruggenwervel krom heeft, maar die bereidheid ja, symboliseerde wel onze kracht. Zag ik een nieuwe links half opstaan? Ja, nou ja goed, in de tweede helft werd de druk werd erop gezet door Hoek. En we zagen dat Sofian wat vaker achter zijn man aan moest. Nou, iedereen weet dat Soevean ontzettend veel energie in de wedstrijd heeft gestopt, maar zijn kracht zit hem in balbezit en niet bij zit tegenstander. Dus dan. Ja, Soufian kwam meer op linksbek te spelen. Nou, gelukkig hadden we Basiel weer op de bank die daar goed invulling aan kan geven. Zijn lengte hadden we ook hard nodig. Maar vooral die ruimte daarvoor, met zijn sprint, die, met zijn lange benen. Ja, dat is een uitstekend moment voor hem om daar te gaan spelen. Trainer van uh, Hoek uh, vond het een overtreding. Gaf het arbitrale trio niet echt de schuld. Maar uh, wat vond jij? Ten aanzien van de 0-1 bedoel Van de 0 ja. ja. ik moet eerlijk zeggen dat inderdaad, volgens mij aan de sliding van Joran er zat wel een, een luchtje. Uh, want volgens mij raakte de bal niet, maar goed, de scheidsrechter stond uh, achter zijn uh, rug, zeg maar, op het moment dat hij die sliding inzet. Dus volgens mij kon hij dat niet goed inschatten. Daarna was het geen overtreding van Barry op die verdediger, want de verdediger die stond helemaal vast en dacht die bal weg te koppen. Ja, die had niet gerekend op de fysieke kracht van, uh, van Berry op dat moment. Kortom, veel vertrouwen gep geput uit deze wedstrijd en uh, naar de tweede plek. Ja, dat is uiteindelijk dan, uh, als je in de bus zit, dan uh, zie je de andere uitslagen en dan... Uh, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, we waren vooral trots uh, dat, we, dat we er stonden op het moment dat, het er moesten, dat we moesten. Uh, het voetbal in de eerste helft, waarbij we heel goed vanuit de opdracht hebben gespeeld. Uh, het enthousiasme van de groep in de tweede helft met de teamspirit. Dat als het voetbal nog niet helemaal goed gaat, dat je ook de bereidheid hebt om, om ook fysiek diep te kunnen gaan. Ja, en dan word je beloond met een uh, tweede plek in de stand. Maar goed, uh, voor wat het waard is, want uh, iedereen zit nog keurig in onze uh, nek te eigen. Precies. Uh, aanstaande zaterdag. Dan is de wedstrijd uh, DVS tegen VVOG. Nou, dat vertrouwen hebben jullie geput. Uh, zonder al te veel te verklappen. Hoe ga je de ploeg voorbereiden? Nou, we gaan niets anders dan an anders doen. Uh, we weten inmiddels hoe we willen spelen en kunnen spelen. Uh, dat zal VVOG ook weten. Alleen uh, wij moeten zorgen dat uh, we zaterdag vanaf minuut 1 de baas zijn in het veld. En uh, nou, dat, dat is ook niet anders dan anders in thuiswedstrijden. Dat uh, verwacht ook iedereen van ons. Uh, we gaan vanavond natuurlijk even kijken hoe fit is iedereen. En dan bouwen we weer op uh, middels fysieke training en tactische training uh, richting zaterdag. Uh, ik moet zeggen dat uh, de wedstrijd aan zich uh, voor ons vooral belangrijk is natuurlijk in de jacht uh, op Noordwijk. En uh, zo wordt hij ook het meeste beleefd uh, binnen de groep. Veel anders dan vorige keer? Ja dat, denk ik wel, ja, dat denk ik wel. Toen was het echt uh, de derby en daar zag iedereen uit. En je voelde ook wel dat er omheen uh, veel gebeurde. En, en wellicht dat dat toen uh, voor uh, verkeerde afleiding heeft gezorgd. Of dat we een bepaalde druk uh, opgelegd kregen bij onszelf uh, of door onszelf. Uh, dat we niet helemaal lekker in het veld stonden. Niet zoals de bedoeling was. Nu is het elftal al veel verder, merk ik. En, uh, ja, en de bereidheid om dat duel te winnen is natuurlijk wel uh, aanwezig.